De rondleiding start bij het atrium. Daar staat een bijzondere maquette. Dit is een maquette die door een Joodse kunstenaar is gemaakt. Hij heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd. Een bronzen maquette waarvan een groot stuk van de oude Joodse buurt in beeld is gebracht. Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er 17.000 Joden in Den Haag. Van hen kwamen er tijdens de oorlog 12.000 om het leven, onder wie 2.000 kinderen. Op het Rabijn Maarsenplein staat een monument om deze kinderen te herdenken. Het was een heel complex van scholen dat hier stond. En nou juist op deze plek, na de sloop van de scholen, is dit prachtige monument neergezet. De kinderstoelen, waar 400 namen zijn gegraveerd van Joodse kinderen die de oorlog niet hebben overleefd. In totaal zijn het ruim 2.000 kinderen geweest die weggevoerd zijn. Een andere belangrijke historische locatie is gevestigd aan de Paviljoensgracht. In de jaren 70 is er een huizenblok neergezet, maar daarvoor was er een Joods buurthuis gevestigd. Een buurthuis met een trieste geschiedenis. Een bijzondere plek omdat in de Tweede Wereldoorlog, 1942-1943, de opgehaalde, opgepakte, opgejaagde Joden in dat gebouw werden verzameld voordat ze op transport werden gesteld naar het concentratiekamp.